Marco. Ik bedoel, de proloog. Dat wierp me werkelijk omver. En dat, ik vond het weer fictie. Een soort voetbalhumor, inclusief deze avond. Het is allemaal opgezet. Van, weet je, en toch is dat boek, dat heeft me echt gegrepen. Op één ding na. Zou ik je een advies willen zeggen, dat was niet de rauwe, harde waarheid. Jij hebt het dan nog steeds over het moment dat je carrière te kort is geweest. Dat je nog een gouden schoen, nog een bal of een kampje. Nee, je legacy zoals dat is al lang rond. Geniet, je hebt een mij omverwerpend kunstwerkje zoveel jaar na dato nog gemaakt met dit boek. Ik feliciteer je.